Welkom bij de Seeing is Believing webinar van Perceptive Software en Kony. Perceptive Software en Kony werken sinds 2010 samen aan het uitdragen van de kracht van process mining in de context van interne beheersing, risk management en auditing. De rode draad door de dienstverlening is data-analyse en process mining. Met deze webinar willen we graag inspiratie delen en u nieuwsgierig maken naar de kracht van process mining. Tijdens de webinar kunt u direct uw vragen posten. We houden deze webinar kort, maar informatief, zodat we voldoende tijd hebben om uw vragen te beantwoorden aan het einde van de webinar. Wij geloven in process mining en willen dat laten zien. Bij voorbaat al bedankt voor de moeite die jullie hebben genomen om aan dit webinar mee te doen. Doelstelling is om u aan de hand van een aantal voorbeelden en een duidelijk beeld te geven van de kracht van process mining in relatie tot uw vakgebied. Hoe werkt process mining? Wat is de verbinding van process mining als we kijken naar de uitdagingen, taken en verantwoordelijkheden van auditors en controllers? Deze illustratie geeft u een eerste indruk van wat process mining betekent. We doen dit aan de hand van de verwerking van een inkooporder. Het aangaan van een inkoopverplichting is een prima voorbeeld van een transactie die verloopt via verschillende mensen en afdelingen. Op verschillende momenten in dit proces worden gegevens vastgelegd en worden controles uitgevoerd. Process mining maakt inzichtelijk hoe het feitelijke proces, de flow, werkt en wie welke handelingen en controletaken op transactieniveau uitvoert. Voor elke transactie, bijvoorbeeld het aangaan van een inkoopverplichting, wordt de handeling en interne controle vastgelegd. Niet alleen de inhoud, inkoopbedrag, aantal artikelen, etc. wordt vastgelegd, maar ook wie de handeling of interne controle heeft uitgevoerd. Rechts ziet u de processflow van het aangaan van de inkoopverplichting. Dit plaatje is wat process mining maakt op basis van de gegevens die zijn vastgelegd. Process mining stelt u in staat om op eenvoudige wijze 100% van uw processen te analyseren. Periodiek op basis van de werkelijkheid, direct inzicht, direct resultaten. Auditors en controllers kijken naar hetzelfde speelveld. In onze visie kunnen business controllers, internal auditors en externe accountants elkaar versterken, ieder vanuit zijn rol en eigen verantwoordelijkheid. Een aantal thema's is gemeenschappelijk: inzicht in werking processen, begrijpen waar de bottlenecks zitten, vaststellen of maatregelen interne controle werken en beoordelen of geïdentificeerde risico's zich ook daadwerkelijk hebben voorgedaan, zijn voor alle betrokkenen van belang. Dit biedt in onze visie de mogelijkheid tot een samenwerking tussen controllers, business en auditors en het creëren van synergie. Beide partijen zijn geïnteresseerd in de procesgang en de uitzonderingen hierop. Op dit moment werken wij zowel samen met business managers, controllers als met auditors en externe accountants bij het initiëren en verder uitrollen van de eerste process mining projecten in de Benelux. Samenvattend zijn dit 5 voorbeelden waar u aan kunt denken. Maar het is geenszins een uitputtende lijst. Een ieder van u zal deze onderwerpen herkennen. Hierbij de opmerking dat al deze inzichten plaatsvinden op basis van 100% van de werkelijkheid. Geen steekproeven, geen interviews, maar 100% van de transacties per relevant bedrijfsproces. We gaan u nu een aantal voorbeelden laten zien. In het eerste voorbeeld minen we het inkoopproces. We zien hier Perceptive Process Mining. Op dit moment zijn er 2806 inkooptransacties in het systeem ingelezen. Dat kunnen we zien op de samenvatting tab waar we nu zijn. Het aantal zaken, 2806. Deze inkooporders zijn uitgevoerd vanaf 3 januari 2011 tot en met 30 juli 2012. En het volledige inkoopproces, een volledige inkooptransactie, kan bestaan uit maximaal 15 verschillende soorten handelingen of controles. Het aantal handelingen en controles dat is uitgevoerd voor al die 2806 zaken, dat zien we bij het aantal events. En dat is 20.159. Dat over aantallen. Nu wat over de inhoud. Voor iedere inkooptransactie zijn een aantal gegevens vastgelegd en die zijn ingelezen in Perceptive Process Mining. Voor iedere handeling bijvoorbeeld de naam van die handeling. Die heet hier Activity. Maar ook de business unit die erbij betrokken is. Het
case ID of het inkoopordernummer, de leverancier waar besteld is. En zo nog een aantal gegevens, zoals de waarde en de hoeveelheid bestelde artikelen. En ook de persoon die een bepaalde handeling heeft uitgevoerd. En op basis van al deze gegevens is Perceptive Process Mining in staat om het procesmodel, de structuur van de inkooptransacties te minen. En dat doen we bij het tapje Mine. We klikken op de knop rechts onderin op Mine en het model is samengesteld. Het model is samengesteld zoals we rechts onderin kunnen zien op basis van alle 2806 inkooporders. We zien hier dus een procesmodel dat alle uitzonderingen bevat. Alle inkooporders kunnen hiermee worden uitgevoerd. Als we even kijken bij performance informatie, dan kunnen we daar aanzetten dat we ook wat gegevens gaan zien over de uitvoering van het proces. Zoals het aantal keer dat een bepaalde handeling is uitgevoerd. Bijvoorbeeld het aanmaken van een inkooporder. Hoe vaak is dat nou gedaan? En hoe vaak is een inkooptransactie over deze pijl gegaan? Of over deze pijl naar het terugbevestigen voor prijzen bijvoorbeeld. Ik klik opnieuw op Mine. En de gegevens worden erbij gezet. Ik zal even inzoomen. En dan zien we dat het aanmaken van de inkooporder 2806 keer is uitgevoerd. Dus voor iedere inkooporder één keer. En dat 2710 inkooptransacties deze pijl gevolgd zijn naar het terugbevestigen van prijzen. En dat 96 inkooporders langs deze pijl gegaan zijn. Ook zien we dat de gemiddelde tijd die zit tussen het uitvoeren van het aanmaken van een inkooporder en het uitvoeren van het terugbevestigen van de prijzen, dat gemiddeld 3 dagen en 2 uur, bijna 3 uur, heeft geduurd. En zo kun je inzicht krijgen in je procesmodel, maar ook over allerlei prestatieindicatoren van het proces. Zoals ik al zei, bevat dit procesmodel alle uitzonderingen. We kunnen ook op zoek gaan naar het happy path of de happy flow. En daarvoor hebben we hier aan de rechterkant een slider. En die kunnen we wat naar links schuiven om het percentage wat te beperken. Ik zet hem even op 35. Er wordt opnieuw gemined. En dan zien we een ander procesmodel ontstaan. Een eenvoudiger procesmodel. Omdat de stappen die bij de uitzonderingen horen hier niet meer in staan. En we zien nu dat er nog maar 1275 zaken, inkooptransacties van de 2806 volgens dit model verlopen. En zo kun je met die slider dus op zoek gaan naar een happy path. Laten we nu eens kijken of we de vraag kunnen beantwoorden die we ons aan het begin hebben gesteld. Inkooporders van 5000 euro of meer, waarvoor geen three-way match heeft plaatsgevonden. Dan ga ik allereerst even terug naar de slider en roep ik het model op wat alle inkooporders bevat. En vervolgens ga ik een filter toevoegen om alleen de zaken met een waarde van 5000 euro of meer toe te voegen. Dus ik kies voor het gegeven PO-waarde en dan krijg ik aan de rechterkant de mogelijkheid om de tot en met gegevens in te vullen. 5000 tot en met, ik vul het niet in, dat betekent dat hij dan 5000 en alles wat daarboven ligt pakt. Ik klik opnieuw op Mine en we zien een ander procesmodel ontstaan. Iets eenvoudiger en we zien dat nog maar 988 inkooporders afhandeld. Maar van die 988 wordt niet altijd de three-way match uitgevoerd. We zien hier een pijl van factuurontvangst rechtstreeks naar akkoordfactuur gaan. En dat gebeurt 116 keer.
En het zou interessant zijn om die 116 inkooporders te kunnen zien. Welke 116 zijn dat? Dan klikken we nogmaals om een nieuw filter toe te voegen. Klik opnieuw op Mine. En nu krijgen we het procesmodel te zien voor de 116, rest onder staten, de 116 inkooptransacties waarvoor geen freeware match is uitgevoerd en de inkoopwaarde 5000 euro of meer is. De stap freeware match is natuurlijk ook verdwenen, want die wordt niet uitgevoerd voor deze zaak. Welke het nou zijn, welke inkooporder-nummers, welke PO-waarden zijn ermee gemoeid, dat kunnen we tevoorschijn halen door op de gefilterde zaken op te roepen. En dan krijgen we, ik zal het even iets groter maken, dan krijgen we precies te zien welke het zijn. Hier de ordernummers aan de linkerkant, welke business unit erbij betrokken is, de leverancier, wat er besteld is, de hoeveelheid, de waarde, die 5000 of meer, 17.000 in dit geval, etcetera, etcetera. Alle gegevens die in de dataset zitten, kun je hier zien. Dit is het einde van het eerste voorbeeld. Met process mining kunnen we bottlenecks zichtbaar maken die zich voordoen tijdens de uitvoering van de inkooptransacties. Dit doen we door een animatie van een eerder gemined procesmodel te maken. Tijdens de animatie is iedere inkooptransactie een bolletje dat door de handelingen en over de pijlen van het model stroomt. We klikken op animatie en kiezen voor een eerder gemined model. In dit geval procesmodel 100%. We gaan dus alle inkooptransacties in de dataset animeren. Bij duur vullen we het aantal seconden in dat de animatie zal duren. En ook kunnen we voor een verdeling van inkooptransacties kiezen die in de animatie zal worden getoond. We kiezen voor leveranciers. Tot slot klikken we op Maak animatie en de animatie wordt gegenereerd. De animatie start uit zichzelf en onderin het scherm wordt de duur van de animatie getoond en de periode in de tijd. We kunnen dit stilzetten en dan zien we de stand van een bepaald moment. De animatie is op dit moment 11 seconden ver en in de tijd zijn we op 17 maart 2011. De snelheid van een bolletje over een lijn geeft weer hoe lang de wachttijd tussen twee handelingen is geweest. En de tijd dat een bolletje in een handeling is, geeft aan hoe lang de handeling heeft geduurd. Als er ophopingen te zien zijn, is dit een sterke aanwijzing voor een bottleneck. Zo zien we dat er behoorlijk wat inkooptransacties in backorder komen en ook lijkt het lang te duren tot er betaald wordt. De kleur van de bolletjes geeft aan welke leverancier bij de inkooptransactie is betrokken. In de legenda kunnen we de kleuren en de bijbehorende leveranciers zien. Zo is Amaco bijvoorbeeld de leverancier voor alle groene bolletjes en China Aluminium voor alle oranje bolletjes. Dit komt doordat we een verdeling naar leverancier hebben ingesteld. Het is ook mogelijk om een verdeling te maken voor een ander dataveld, bijvoorbeeld PO-waarde. Ik zet de animatie nog even stil, zoom in en laat zien dat we ook op een bolletje kunnen klikken. En dan wordt getoond om welke zaak of zaken het gaat, zodat als er iets opvallends is, op dat bolletje geklikt kan worden en meteen doorgegaan kan worden naar die zaken door een filter toe te voegen en meer details over die zaken op te roepen. In het derde voorbeeld kijken we naar vergelijking van processen. Denk aan SOLL versus IST-analyses, vergelijking van relevante processen op business unit niveau, etc. Met process mining kunnen verschillende procesmodellen met elkaar worden vergeleken. Bijvoorbeeld een SOL-model met de werkelijkheid of de afhandeling van inkooptransacties door de verschillende business units. We beginnen met het eerste voorbeeld. Een SOL-model
met de werkelijkheid. Het SOL-model vinden we onder modellen onder de naam inkoop SOL. Dit is een beschrijving van hoe inkooptransacties moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de organisatie. Om de vergelijking met de werkelijkheid te kunnen maken, gaan we de werkelijkheid minen. Dat doen we weer bij mine. We zetten de slider op 100% en we minen het volledige model. Vervolgens kiezen we bij vergelijk het SOL-model, zoals we dat net hebben gezien, en we klikken opnieuw op mine. En wat zien we dan? Beide modellen zijn met elkaar vergeleken en er zijn oranje pijlen en een oranje handeling tevoorschijn gekomen. De oranje handeling, verwijderen inkooporder, zit niet in het SOL-model en zou dus volgens de richtlijnen van de organisatie niet kunnen worden uitgevoerd. Maar in de praktijk gebeurt het wel degelijk. Hetzelfde geldt voor de oranje pijlen. En als we even wat inzoomen om te kijken welke pijlen dat zijn, dan zien we dat de three-way match een aantal keer wordt overgeslagen en dat ook akkoord factuur wel eens wordt overgeslagen. Nou, de vraag is of deze handelingen en routes in het proces wel zijn toegestaan. Zijn ze vergeten te modelleren in het SOL-model of is hier iets aan de hand? Nou, met de filters die we al eerder hebben gezien, is weer eenvoudig te achterhalen om welke inkooptransacties het gaat. Bijvoorbeeld als we klikken op verwijderen inkooporder, kiezen voor filter toevoegen en opnieuw minen, dan krijgen we alle inkooptransacties waarvan de inkooporder is verwijderd. Het is 284 keer gebeurd, kunnen we hier zien. En met toongefilterde zaken worden ze allemaal tevoorschijn gehaald. Nou, met deze informatie kunt u eruit zoeken of dit met een goede reden is gebeurd of dat hier iets aan de hand is. Het tweede voorbeeld waar we naar gaan kijken vergelijkt de manier waarop de twee verschillende business units inkooptransacties uitvoeren. We beginnen met het toepassen van een filter op de dataset. We kiezen voor een attribuutfilter. We kiezen het attribuut business unit. En aan de rechterkant worden de business units getoond. We hebben er twee, aluminium en heatsinks. We kiezen voor heatsinks en we minen dat. En we zien nu de manier waarop de business unit heatsinks de inkooptransacties uitvoert, inclusief alle uitzonderingen. Om de vergelijking met de andere business unit te kunnen maken, gaan we dit model even opslaan onder de naam procesmodel 100%. Business unit heatsinks. Nu kiezen we voor aluminium en we minen weer op 100%. En om een vergelijking met de andere business unit te kunnen maken, kiezen we bij vergelijk procesmodel 100% business unit heatsinks en we klikken weer op mine. En we zien nu dat alleen bij de business unit heatsinks inkooptransacties in backorder worden geplaatst. Die handeling wordt in het oranje weergegeven en ook de pijl tussen die activiteit en goederenontvangst. Op deze manier hebben we dus heel eenvoudig en snel inzicht gekregen in de verschillen tussen de business units. De verschillen in de manier waarop zij inkooptransacties uitvoeren. Een nadere analyse zal uit moeten maken hoe het komt dat die verschillen er zijn. Dus in dit geval waarom de ene business unit wel inkooptransacties in backorder plaatst en de andere niet. De kracht van Perceptive Process Mining in combinatie met de kennis, ervaring en mindset van de mensen van Kony kan worden onderverdeeld in vier dimensies. 1. Process Discovery. Ontdekken, leren en beleven hoe uw relevante processen daadwerkelijk werken. 2. Social Networking.
In kaart brengen wie voert welke taken en handelingen uit, kan dit efficiënter, is het conform de intern gestelde regels, kan je als auditor steunen op uitgevoerde controlemaatregelen, etc. 3. Procesanimaties. Visualiseren, delen en mensen informeren over hoe processen werken. 4. Performance-analyse. Rapporteren en documenteren van alle aspecten van performance-analyse. See it yourself, prijzen, trainingen, workshops, support. Kijk op koni.nl/reflect. Het Process Mining Team van Koni helpt u graag verder. Nu is het tijd dat we uw vragen gaan beantwoorden.